schrik me net zo kapot. Ik wil het dekbed verschonen. Goedemorgen, het is dinsdag en eindelijk mogen de kinderen weer naar school. Mila is er ook al en ik ga deze als ontbijt maken. Die heb ik speciaal gehaald omdat we een feestje vieren dat eindelijk weer de scholen open zijn. Ik schrik me net zo kapot, ik wil het dekbed verschonen. Zit opeens gewoon een spin in mijn dekbed. Eeuw! Meiden zitten helemaal blij op school. En ik ga nu even naar een moedertje van school lopen. Die had een fietsje over, of heeft een fietsje over. En zij wilde heel graag fietsen ook bij oma, dus die ga ik halen. En dan kan die daar, dan heeft ze daar ook een fietsje. Dus ik loop er even naartoe, is vlakbij. Dus dan moet ik even kijken of lopen of ik ga proberen op die fiets te fietsen. Dus hij is wel 8 tot 12 jaar. Zou moeten gaan. Het is gelukt, ik heb de fiets thuis. En nu ga ik even de pancakes voor mezelf maken. Want ik had voor beide, maar... Dat is zo'n haast net. Dus lekker met jam af. Vind ik zo lekker echt. Dit is zo lekker. Jam, 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 jam. Ik ben trouwens nog steeds best wel blij dat ik de kamer heb omgegooid. Ik twijfelde gisteren heel erg. En nu denk ik echt van ja. Ik vind het fijn dat ik dat gedaan heb. Want ik vind de indeling wel beter. En de kabel hebben we natuurlijk. En de bank komt niet zo slecht uit. Als dat ik dacht, hij steekt wel uit, maar ik dacht dat dat hinderlijker zou zijn dan dat het is. En dat is het totaal niet. Ik heb net even gedoucht, ik heb mijn haar gewassen. Vanochtend ging dat echt niet worden. Want en het vroege opstaan en de pancakes en Mila kwam en het was zo'n opgave. Ik denk nou, dan doe ik daarna mijn haar wel wassen. Dat vond ik een beter idee. Dus heb ik net gedaan. En ik heb net was opgehangen. Ik heb de bedden natuurlijk al afgehaald en gewassen. Dus ik heb echt al heel veel dingetjes gedaan. En ik mag zo de meiden op gaan halen. Mila komt even mee. En ik moet vanmiddag nog wel even met Sarah weg. En of Mila wordt ervoor opgehaald. En anders breng ik Sarah daar. En dan blijft Mila even mee. En dan wordt Mila daarna opgehaald. Dus dat is helemaal geregeld. En ja, laatste half uurtje voor ik de deur uit ga. Eerste schooldag weer. Ik vind het echt leuk. Ze waren zo blij vanochtend. Het was echt leuk. Zo, Mila is net opgehaald. Dus we waren aan onze afspraak en ik kwam wel even genieten van Mini. Ik vind hem zo leuk. Hij start ook helemaal leuk, echt. Dus ik vind het wel jammer dat we niet een dagje kunnen gaan cruisen met deze auto of zo. Dat zou echt helemaal geweldig zijn. Wat is cruisen? Dat je zeg maar een dagje helemaal gaat rijden naar dingetjes toe. Dus, nou ja, het is niet heel veel om naartoe te rijden. Alles is dicht. Dus ja, dat maakt het niet heel leuk. En je kan wel ver naar het strand gaan rijden, maar ja, als er daar te veel mensen zijn, word je weer weggestuurd. Dus dat schiet niet op allemaal. Maar goed, kan er weer een stukje rijden. Kunnen eten halen voor bij huis? Ja, dat zou wel kunnen, inderdaad. Hé, hey, wel leuke muziek. Ja, wil je hem harder zetten? Moet ik hem harder zetten? Oh, volgens mij, nee. Deze. Hij is leuk, hè? Ja. En nu ben ik thuis en ga ik lekker koken. En ik ga rijst met een spitskool in een groentesaus maken. Met spek, oh dat is zo lekker. En alleen ik doe de rijst tegenwoordig door de saus en de groente en alles gewoon roeren aan het einde. Want dat is makkelijker met Sarah. Want de verhoudingen zijn anders soms heel moeilijk. Dus dat had zij eigenlijk verzonnen. En in de praktijk werkt dat wel. Terwijl, ja, pas serveren is het minder mooi, maar goed... Voor gewoon thuis en met haar aan tafel is het wel heel prettig. Dus doen we dat maar gewoon. Ik ga nu even ui en knoflook snijden. En die gaan er zo ook in met spitskool. En oh, het is zo lekker. Ik heb er zo'n trek in.
net gelijk gaan editen en de vlog van gisteren staat te renderen. En ik heb gelijk schoolwerken uitgezocht voor morgen. Dit is dingen die af is die mee zijn voor thuis. En in dit mapje, dat is ook van school, heb ik gedaan wat de huiswerk voor morgen is. Want morgen is het homeschooling. Dus dat leg ik klaar voor morgen na het ontbijt. En ik ga weer lekker mijn bedje in. Ik ben kapot. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Duimpjes, reacties, helemaal top. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!